Yo mensen, Mark hier en ik ben weer terug met een nieuwe video van ETS, Euro Truck Simulator 2. Vandaag gaan we de beruchte route rijden, Duisburg naar Calais. Dus we gaan eens even kijken hoeveel schade dat op gaat komen. Ik neem dit op, dus jullie kunnen zien of er verhalen tussen zitten. Het is een van de drukste wegen die er is, sowieso. Dan is dat hier. Dan ga ik hem even snel aankoppelen en dan gaan we rijden. Ik heb alleen geen facecam zoals jullie zien. Niet in express. Maar ja, dan kan je ook beter de map zien en de recorder. In ieder geval staan die dan op de tijdstip dat ik het heb. Maar ja, dan zien ze wel een beetje. Maar ja, we gaan beginnen met rijden. Het let heel veel op, want Europa 2 is de zeer drukste server en ik sta in Duisburg. En ik zit met 38 spelers. Ik ga wel. Niemand komt eraan. Ik aan deze kant. Ik wacht wel eventjes, wat iemand voor. Ja, ik reed nu zelf op rooie stoplicht, maar oké. Calais 556 kilometer, dus 7 uur en 58 minuten. Doe je eerlijk gezegd wel redelijk snel in het game, dus maak je maar niet druk daarom, want dat komt goed. Nou, de rechter is een van de drukste routes, dus hopelijk overleven we het. De rood, 12.81, 2 minuten 36 al. Nou ja, ik ga die niet reporten. Ik report alleen mensen die tegen me aan botsen. Mensen die hier gemiddeld op de weg stilstaan, die ga ik niet reporten. Mits ze de weg blokken. Nou ja, dat is een reden. Nou ja, gaan we dan. Drukst er wel op. Oh! In de vangrail. Even slechts iets doen, dat is wel van belang. In de vangrail. Stupid Skoda. Eentje heb ik door Skoda. En de in de buurt kunnen. Ja, daar rijd ik gewoon door. Dat is ook goed. Ik kan hier harder dan 100. Nu moet ik wel in de gaten houden of er niet te veel mensen voor me zitten. Want dit is een van de beruchtste, drukste wegen. Hier zal je misschien ook in de game vaak admins tegenkomen. Dat zeker. Nou ja, als je admin tegenkomt, zeg even gewoon een goede dag. Toch een slink gelijk op groen, dat is mooi. Ik zag er al een aankomen, maar dat maakt het niet uit. Dat heb ik met gemak. Tot nu toe valt er echt mee. Ik verwacht nog wel versnellingen die gaan komen. Ik zit ook in server 2.
En ik rij misschien anders dan anderen, want ik vind dit fijner rijden. Omdat ik echt GTA en race games fan ben, vind ik dit een stuk fijner rijden. Ik ga te snel door de bocht, Oeh, gelukkig. Ik moet zo in ieder geval afslaan. Oh, en het begint hier al druk te worden. Ik zie al die blauwe bloempjes al. Ik neem de bocht ietsje te ruim. Maar ik wel wat schade heb. Nou, sinds minuut 20 hebben we hem al vastgelegd, de eerste. We hebben hem al vastgelegd op 6 minuut 20, de eerste. Notitieboekie. Ja, ze kon toch niet wie het was. Maar ja, ik kan ook wel mijn logveld straks zien. Nu is de weg nog heel rustig. Hoe druk het is, valt het echt wel redelijk mee, maar ik ben misschien wat later online. Gebruikelijk. Normaal zou het wel echt redelijk druk zijn hier op de server. Dus ik reed bijna verkeerd. We gaan op first person, dat is leuker. Oké, we rijden nu ongeveer de grens over, dus we gaan Frankrijk inrijden. Dat gaat leuk worden! Of Luxemburg, nee. Ik zie er daar wel eentje langs de kant. Ook komt de autootje aan. Pieter González. Ik ga heel veel afremmen, want hij rijdt best wel langzaam. Hij blokkeert me niet. Maar ik moest wel even op de rem, omdat ik dacht dat ik
niet werd ingehaald. Motor defect, ah, heb ik weer. Zat er daar wel eentje midden op de weg? Nee, ik moet rechtdoor, dus ik kan er nog langs. Hier daar eentje invoegen. Dat gaat naar Liège. Naar Laak. Op zich valt de route wel mee nu. Ik had het echt veel drukker voor. Of er komt nog een smal wegje waar het mega druk is. Ik heb nu geen map open om te kijken hoe, wie, wat, waar. Hé, hey, ik ben aan het vliegtuig. KLM. En ik reis gaan. Terug naar first person. Ik zie niemand, dus ik ga een bandje opschuiven. Voor mij is die Viva Truck een admin. Ik weet niet zeker, maar toch. Het begint hier al iets drukker te worden. Oh ja, heel erg druk. Ook nog niet. Ik kan niet rijden zo. Ik moet echt zo rijden. En mij nog 33 kilometer te gaan. Naderen we wel onze bestemming een beetje. Ik alleen kappenkroop, volgens mij. Verkeer ik een vrachtwagen ergens nog in. Nee, ik moet de linker rijden. Ietsje te hard, ietsje te hard. Remmen, want dit is een heel scherp bochtje. Nou, zijn we voorbij. Ik ga wel even tanken bij de tankstation. Ik heb niet echt veel benzine meer. Ik hoop dat het een beetje groot is. Ah, ready. Goed. Ik ga heel veel af. Even stinken. Dat moet ook gebeuren in een truck, anders ben ik straks leeg. En dan sta ik stil. Ik heb het dan een keer gehad met een auto. Zo, die is vol. 737. Huh? Oh, die is spant heen.
En we rijden weer door. 185 kilometer nog. Piep, 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 piep. Nee, ik was gewoon Frankrijk. Wat er mis. Was je naar daar dan? Frankrijk. Ah, Frans. Oké, we gaan deze weer af. Kijken waar we doen. Lille naar Calais. Dan zal dit dat enkele weg te zijn waar het normaal wat teer druk kan zijn. Nu valt het nog mee eigenlijk. Nog 130 kilometer te gaan. Moeten we hopelijk op tijd komen. Nu bij Lille. Er komen hier heel veel mensen aan. Nee, ik dacht bijna, hij staat de keurde kant op, maar hij staat goed. Ik ga invoeren, zodat de mensen erbij kunnen. Nadere Calais. We zullen het toch een kilometer mee kunnen bestellen. Ik kan ook via deze route gaan. Kom je er dan ook? Ja, dan ben ik alleen iets te lang onderweg, maar dat maakt niet uit. Ik ga een leuk binnendoorroutetje. Ik heb hem van Duisburg naar Calais gepakt. En ik wil een langere rit doen, dus vandaar zo'n smal routetje. Bijna een aanrijding, bijna. Maar ik heb hem ontweken. En ik word een beetje scherp. Die ga je niet opschrijven hoor. Ik probeer jullie even de drukste route te laten zien van Duisburg naar Calais. Met een kleine omleiding, want we hadden alleen maar snelweg eigenlijk. Ik wacht wel hier eventjes, want
Ik weet niet wat er kan gebeuren. Ik verwacht dat het in Calais wel druk is. Dus ik heb een ander routje genomen, maar qua drukte viel het redelijk mee. Nu kan iedereen langs mij. Het is enkele rood. Ja, we gaan hier alweer druk geworden. Ik ga iets remmen. Nu gaat het een beetje druk worden. Wel een mooie route gereden. Wat dan? Hé? Ah, die zat helemaal geen voorkant. Iemand op de rotonde. Oké. Rustig rennen. Rustig aan. Calais, valt mee hoe druk het nu is. Nou ja, we gaan binnenkort, waarschijnlijk in de volgende video, de route terugrijden. En dan rijden we naar Duisburg. Ik moet hier de hoek omhouden, hier begint het al aardig druk te worden. Oh, hier worden ondertussen wel heel veel spelers gekiept. Nou, prima, ik gooi mijn wagentje hier neer. En dat doe ik even met overslaan en dan doe ik bevestigen. Kijk, geweldig werk natuurlijk. Van Duisburg naar Calais. Was waarschijnlijk niet de drukste route die ik had. Ik had het drukker verwacht. Maar ja, misschien dat dat een beetje is opgeholpen. In ieder geval, ik ga de wagen even parkeren. En dan weet ik het goed. Even kijken, wereldkaart. Waar kan ik hem parkeren? Ik sta nu in Calais. Ik wil nu eigenlijk niet eens parkeren, want het is veel te druk. Ja, wordt leuk in server 2. Ja, ik parkeer hem gewoon bij de pont, ik rijd daar wel heen. Motor. Lekker, heb ik weer. Black, keep this. Wacht, hoog waarschijnlijk al wel een paar admins, dus blijf even op mijn hoede. Maar ik rijd nu naar de pont.
En daar parkeer ik mijn truck. En dan kan ik... Ik ben er bijna, maak maar een druk. Klein stukje rijden. Ik wacht de server 2 liever wel voor rood, want ik weet niet hoe het daar kan zijn. Nee. Maar het is nu totaal niet druk. Misschien als ik in de middag een keertje kom. Maar voor nu is het totaal niet druk. Hier zijn rustplaatsen. En dat is mooi, dat probeer ik hem lekker hier neer. En dan is het genoeg. Ja mensen, dan wil ik jullie super bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Het was niet echt druk. We gaan het nog een keertje doen. Eerst een keer. Maar dan een beetje in de avond in de hoop dat het wat drukker is. Maar bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later!